als de koning trainer van FC Volendam. Je hebt de play-offs niet gehaald. Hoe is het gevoel nu? Ja, vervelend. Doelstelling niet bereikt, dus dat is altijd, altijd jammer. Maar het is ook inherent aan het hele seizoen natuurlijk. Goede momenten gekend, ook weer veel dieptepunten. En uiteindelijk zie je vanavond weer dat een bepaalde situatie ontstaat waarbij eigenlijk het hele jaar achtervolgd wordt door persoonlijke fouten. En er was weinig aan de hand en dan moet je toch weer achter de feiten aanlopen heel de wedstrijd. Maar denk jij nu ook niet terug aan bijvoorbeeld die laatste minuut in Os? En ik kan je nog een paar voorbeelden noemen dat je in de laatste minuut wat punten weggeeft. Ja, maar zo daarvoor zeker ook. Het is illustrerend voor deze competitie voor ons. Klaar. En als je het dan niet haalt, zoals vanavond, dan ben je ook niet goed genoeg om de play-offs te spelen. Zo hard is het. Nou, pijnlijke constatering voor FC Volendam. Nee, vind ik niet. Als je mee hebt gedaan tot de laatste dag voor die play-offs, en dat heb ik voordat we starten, volgens mij was dat 1 juni of 1 juli, dat een club of 13, 14 meedoen voor die play-off situaties, dan komt dat ook uit. Hè? Want dat is je, hoe moet ik het zeggen, je ervaring, wat je in de laatste jaren allemaal mee hebt gemaakt en mee hebt genomen in je bagage. Ja, en dan kan je niet ongeschonden een x-aantal spelers weg laten gaan of ongestraft. Want zo is het, hè. Noodgedwongen. Ook jongens die een stap zelf wilden maken, want zo is het. Ja, en dan kom je aan het eind van de rit toch bepaalde kwaliteiten tekort. En dat is duidelijk gebleken. Wat gaat dan anders komend seizoen? Dat gebied? Dan moeten we weer zeer inventief zijn. We hebben een goede scoutingslijst. Jongens die ook weer graag willen, hè? Want dat is altijd de vraag. Hè? Want we hebben natuurlijk spelers willen graag naar clubs waarbij je meedoet om de prijzen. Want zo is het. Hè? Ze kijken altijd naar dat jaar daarvoor hoe het eruit zag. Dus het zal wel niet makkelijk zijn om de ploeg te versterken. Mits, want we hebben het allemaal financieel niet breed. En dat raakt iedereen. En ook ons. Maar we doen ons best om weer een representatief en een winnend elftal neer te zetten volgend jaar. Geven over deze wedstrijd. Je wisselde heel aanvallend. Verdediger erin, Henk Veerman eruit, Henk Veerman erin. In de tweede helft, dan krijg je meteen die 2-0 en 3-0 om de oren. Denk je dan niet van... Ja, maar je moet wat. We wisten de tussenstand ook bij M Fortuna. Dat was 1-0. Dat was in ons voordeel. We vonden dat... kijk, je vergeet één ding, dat Gerry Koning afhaken in de warming-up. Dan moeten we Roel Essenboom rechtsback zetten. Nou, die had het ontiegelijk moeilijk tegen Wolters. Zeker met de snelheid van Wolters. Nou, dat probeerden we dan te corrigeren met Roel eruit, Henny aan de rechterkant en Gijs en Levi Swiebe centraal achterin. En dan krijgen we wel de twee beste kansen, of de twee eerste kansen, voordat hun de 2-0 maken. En die maken we dan niet en uit dat moment maken hun de 2-0. Ja, dan is de wedstrijd over. Vind je er wat ontdaan uitzien, mag ik dat zeggen? Ja, maar weet je, ik ben een echte winnaar en ik heb me vorige week in het paasweekend ontiegelijk kwaad gemaakt. En dat komt nu weer naar boven, omdat we daar de play-offs hebben verloren. En dan doel ik op het moment van de penalty die we krijgen. En dan kan ik me nog steeds niet indenken hoe je erbij opkomt om zoiets te doen. En nu? De komende paar uur? Hoe moet ik dat voor me zien in die bus? Ga mogen dicht doen, lekker slapen en morgen gaan we weer trainen. En dan zullen we de groep zullen toespreken hoe we voor de rest gaan doen de aankomende maand. Want het seizoen is voorbij. Ja, sowieso. Hè. We kunnen niet een maand stil gaan zitten, want zo is het ook. We gaan maar eens kijken of we weer een stukje voorbereiding kunnen pakken in de trainingen met veel oefenwedstrijden. En uiteindelijk moet je het evalueren met elkaar. En waar is het misgegaan? Nou, voor ons is dat wel duidelijk als staf. Maar ik vind het wel een belachelijke zaak dat je eind april al klaar kan zijn met de competitie. Zowel voor de clubs die geen inkomsten meer hebben, maar ook dat je als speler eigenlijk 2 maanden stillegt. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Dankjewel.